good, Calvin. Mijn naam is Calvin, ook wel bekend als Calvin. En ik kan me voorstellen dat jij je de tyfus ergert aan die grote narcistische plaat van mij en Nina. Ik ga hem ook weghalen nu. Hop, de ballen. Laat ze niet vallen. Wat fantastisch dat je weer kijkt. Het is tijd voor een... Goeiedag. Dit gaat lekker. In ieder geval, ik zit hier om jou te vermaken, om jou te genieten. Dat klopt niet. Ik zit hier om jou te vragen om even te abonneren op mijn kanaal, want als jij abonneert op mijn kanaal, dan ontploft mijn hoofd. Het is echt bizar. Kijk, abonneer maar even. Dankjewel. 3, 2, 1. Mocht je nou afvragen, wat is dit voor gozer? Nou, ik ben Calvin, ook al bekend als Calvin. Ik drink water uit een mega fles met 2 citroentjes erin, want dat is dan schijnbaar beter. Nee, dat is hip. Dat is gaaf. Dan smaakt het nog ergens naar. Dan smaakt water gewoon naar een soort frisdrank. In ieder geval, we hebben het alweer een dikke minuut over water en shit. Wat gaan we vandaag doen, Calvin? Nou, je hebt het in de titel al kunnen zien. Calvin versus Femke Louise. Oh my god! En dan vraag je je af, maar wat houdt die strijd nou precies in? Nou, het zit een beetje als volgt. Kijk, bepaalde YouTubers vechten met elkaar in de ring en maken elkaar helemaal kapot. Andere mensen, die maken diss tracks over elkaar, die doen dat over en weer en die gaan op die manier de strijd aan. Oké, yeah, let's go. Oké, hey, wat zit je te denken? Deze diss is voor Femke. Ze gaat met Ronnie Flex en je weet dat ik speel met Knex. Hey, laat me niet gaan met straattaal. Je weet niet hoe het gaat, wel een praatpaal. En ik heb een fucking aanval van een anale seks. Wat? Ik weet, ik moet dit niet meer doen. Dit is niet helemaal de bedoeling. Maar dan vraag je je af, wat is nou wel een manier waarop je elkaar even helemaal kapot kan maken? Sorry, mijn agressiviteit nam even de overhand. Wat is een manier waarop je kan achterhalen wie de beste is? Calvin of Femke Louise? Wie is anno 2019 de beste? Dat kun je natuurlijk maar op één manier doen. Dat is de manier die het meest effectief is. De meest objectieve, meest eerlijke manier ooit in het universum ter wereld van de kosmos. Terwijl we er zijn en niet toch wel weer zijn. Jij weet niet hoeveel zijn we, je lichtjaren even hier. Dat is daar namelijk... Een polletje! Hey, wat we vandaag gaan doen, ik heb een story geplaatst en die gaat een beetje als volgt. Komt ie, 3, 2, 1. Het is weer tijd voor een nieuwe Wie is er beter? De komende 10 stories zijn polletjes tussen mij en Femke Louise. En probeer echt te stemmen op degene die jij het beste vindt passen bij de stelling. Dus niet alleen op mij stemmen omdat je mij volgt, maar gewoon probeer objectief te zijn. Oké, let's go, succes! Dus die heb ik geplaatst. Zo van papies, weet je, ik weet dat jullie in de Calfam zitten. Ik weet dat zeg maar ruim even 750.000 mensen mij volgen op Instagram. Maar ik wil jullie vragen om objectief deze quiz in te gaan. Weet je wel, het is een beetje alsof je aan een Ajax supporter vraagt. Ja, weet je, eerlijk, vertel gewoon even over Feyenoord wie er beter voetbalt. Dat gaat niet werken. Dat weten we nu al. Maar in ieder geval, ik ga weer een poging wagen. Ik heb het al eerder gedaan met StukTV. Dat ging zo. Nee! 59% StukTV, ja. StukTV, nee! Nee! En ik heb het ook alweer met Enzo gedaan. En dat ging op deze manier. Yay, what the fuck? 83% voor Calvin. What's good? Ook ik. Ik snap er niks van. Ja hoor, jullie vonden mij beter dan Enzo. Dus dat was een compliment. Dat is goed voor mijn ego. Maar jullie vonden wel weer StukTV dan beter dan ik. Hoe het ook bent of verkeerd. Je weet niet hoe het loopt met dit gevecht. Je weet niet hoe het gaat. Je kan wel zeggen, oh, Calvin zijn allemaal jouw volgers. Maar uiteindelijk heeft StukTV alsnog ook gewoon gewonnen. Dus ja. Nou oké, laten we beginnen. Het is tijd voor de eerste kwestie, namelijk wie heeft het knapste koppie? Laten we even kijken, close-up op mij. Wat een grafbek is dit, hè? Gadverdamme! Nou ja, kijk, weet je, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat Femke een knappe koppie heeft dan ik. En dat komt omdat ik op vrouwen val en ik vind Femke een knappe meid, dus ik ga even op Femke stemmen. 69% stemt op mij. Oké, dat vind ik bijzonder, want ik vind Femke prachtig. Kijk even naar deze foto's van Femke. Pa, pa, pa! Daar word je toch botergeil van? Of ligt het aan mij? Oh. Nee, dat kan je echt niet doen. Oh nee hoor, liever. Nee, hey, ik zei het niet dat over iemand anders. Nee hoor, dit heb je helemaal verkeerd verstaan. Kwestie nummer 2. Wie heeft het beste lichaam? Femke of Calvin? Ik heb er even 2 fotootjes bij gedaan. Femke met een knappe lichaampje. Ik met mijn ex on the beach wannabe. Welke ex is next? Kom op bro! Nou, ja, hallo, daar ben ik weer. Oké, ik ga voor Femke. Femke,
62% stemt op mij. Oké. Nou, dat vind ik jammer. Ik vind Femke prachtig. Oh nee, ik zou eigenlijk blij moeten zijn. Ja! Mensen kiezen voor mij, cause I have a beautiful body. Wie kan het beste zingen? Dit is interessant. Dit is, ja, dit is leuk. Zo! Eerste boer in dit filmpje. Jawel. Femke en ik zijn allebei performers. We houden er allebei van om mensen te vermaken. Maar het vermaken, dat doen we op onze eigen manier. Ik doe dat door een beetje te spitten soms. Ik zweer het, ik heb het helemaal gehad. Ik ben zo blij met een chick die me snapt. Vindt het zo fijn dat je weer eens om haar lacht en die vraagt: wat bedoel je? Laat maar, het was een grap. Elke fout, elke week, elke maand en ze flipt hem. Een lekker wijf die niet zei science fiction. Maar nu heb ik een maddie en een chick in een bier drinken op de bank. Dat is geen probleem, zo chill, want ze blijft stil en ze geeft geen geel als ik pins op de bril. For real, ik zweer het, zij is dol op mij. Komt er romantisch bij zitten als ik porno kijk. Ey, wat als mijn maddie mijn chick was? En Femke, Femke doet, ik weet niet wat er is met mij vandaag. Ik ben echt helemaal, ben helemaal van het padje vandaag. Ik snap er helemaal niks meer van. En Femke performt op haar manier door vaak te zingen. En door te zingen als: kom maar heel met mij, in een mino. Oh, oh. Ja, dit klinkt natuurlijk nergens aan. Dat is echt verschrikkelijk. Een feit is wel, en dan moet ik eerlijk toegeven, we zijn beide niet de allerbeste zangers of zangeressen. Dus, ik ga op Femke stemmen. Calvin heeft weer de meeste stemmen. Verdomme! Wat is dat met die Calvin de hele tijd, man? Wat de fuck, al? Hij is gewoon... Die Calvin is fucked up. We gaan door. Wie heeft het mooiste logo? Femke of Calvin? Femke heeft een soort van retro, jaren 80, Barbie, shit. Ik heb een paprika. Ik vind mijn logo nog steeds geniaal. Ik ga voor mezelf. Ik kies voor mezelf. Calvin, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik vind ook, weet je wel, Femke logo past bij haar. Oké. Maar ik vind het ook niet het allermooiste logo wat er is. Wie kan er beter achteruit fietsen? Als je wil weten wie de beste is ter wereld, dan is dit een belangrijke maatstaf. Het is zeer belangrijk. Uitermate belangrijk. Je kan er beter achteruit fietsen. Femke of Calvin. Let's get in, man. Ik denk Femke. Want ze heeft vrouwelijke eigenschappen. En die zijn goed met ruimte inschatten en shit. Nee, dat, ik heb helemaal geen idee. Ik probeer iets te bedenken. Femke. Oh nee, weer Calvin. Wat een man is het toch. Hij flikt het verdomme gewoon weer. Dat doet hij gewoon never. Wie scoort er als eerste een nummer 1 hit? Dit zou wel eens eentje voor Femke kunnen zijn. Omdat zij wat meer streams en views en shit op haar naam heeft staan. Dus ik zou het eerlijk vinden als zij deze zou pakken. Want ik weet niet, want ik ben muzikaal nog niet daar. Hè. Ik ben nog niet op dat... Wat loop ik de hele tijd stoer te doen met deze citroenfles? Dit is echt erg hoor. Ik loop eigenlijk met citroenfles zo te sapen, zo te lurken. Alsof het gewoon normaal is. Doe normaal falen, hipster. Gadverdamme. Hou je deze. Het kap in mijn neus. Hoe haal ik het eruit? Ik wil het niet opstuiven. Oké, ik doe het wel. Ik moet niezen. Niezen, G. We gaan door. Wie scoort er als eerste nummer 1 hit? Ik denk Femke. Nou, deze ligt dicht bij elkaar. Deze ligt verdacht veel bij elkaar. Mensen stemden alsnog het meest op mij. Dus dankjewel. Dank voor het geloof. Ik doe mijn best, oké? Okay? De tijd tikt door, ja vergeet dat niet. Op een dag ben je weg met ons zonne-is. Ik wil verdomme dat je meer geniet. Dus lach als ik jij eruit in allemaal zie. Wie kan het beste aan de bar iemand versieren? Nou, ik denk Femke. Oprecht. Want zij is een knapperd. Godverdomme weer ik. Dit is helemaal kut. Ik denk dat dit ook gewoon de laatste aflevering van dit conceptje gaat zijn. Want het werkt gewoon niet. Het is gewoon, het is vast leuk om naar te kijken. Maar het is gewoon niet objectief. Ik kan gewoon niet. Nee, het is gewoon echt niet objectief. Ik kan hier gewoon niks mee eigenlijk. Wie zal eerder een zwerfhondje adopteren? Dat is ook belangrijk in het leven. Weet je wel, dat je bereid bent om zorg te dragen voor praten. Wie zal eerder een zwerfhondje adopteren? Ik denk Femke. Ja, ik stem gewoon de hele tijd op Femke. Want ik hoop dat zij eens een keer... En weer Calvin! Ja hoor, weer Calvin zal als eerste een zwerfhondje adopteren. Jawel. Jullie kunnen supergoed objectief stemmen. Gewoon. Dat is echt... Ik ben gewoon 9 van de 10 ben ik. Maar...
dames en heren. Ik zal jullie even vertellen. De hamvraag is aangebroken. De vraag die het allerbelangrijkste is. De vraag waar we dit allemaal voor doen. De vraag ter waarde van 38.227 punten. Namelijk de vraag. Wie is de mol? Het antwoord op die vraag krijgt u volgende week. Ladies and gentlemen, welcome to the finale of Canali. Ik weet niet waar ik het over heb. Geef deze video even een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Join de Kelfam, man. Abonneer op mij, volg me ook op Instagram, want het is één groot feest. En dan nu gaan we kijken naar het slotstuk van deze legendarische video. De video waarin ik ook heb geconstateerd dat dit concept helemaal niet werkt. Dat is, ja, ik heb een creatief beroep, weet je wel. Soms werkt iets minder. Wat wil je nog meer? That's how we roll, man. Wie is de beste? Ik ga voor Femke. Omdat ik het haar gun. Wie is de beste ter wereld ooit in het leven van de mensheid? Het enige wat ik op zo'n moment denk is, ik heb godverdomme zin in water met citroen, de bal!